Niet alleen op de Matthäusschool wordt de aandacht besteed aan het thema drinkwater. In maart en april wordt er in de hele wijk drinken van kraanwater gestimuleerd. We willen laten zien dat water gezond is en dat het toch lekker is. Het is ook belangrijk dat de ouders van de kinderen hier meedoen, zeg maar. Kinderen die gaan ook in de loop van de week aan de slag met lesbrieven. Dus met allerlei lesmateriaal over de voordelen van kraanwater. En daar zitten ook kleine opdrachtjes in die ze dan thuis moeten doen. Gaan jullie weer ideeën opschrijven hoe we ervoor kunnen zorgen dat we in de klas meer water gaan drinken? Ik ga voorzetten door meer waterbronnen te maken. Alle kinderen in de klas een eigen beker krijgen en daar in plaats van Viek in al die limonade weer naar school nemen, dat je gewoon het fles water gewoon hier op school vult. En als je geen water lust? Dan moet je er geen siroop in gooien, want het is ook niet gezond. Dan moet je gewoon stukjes fruit erin doen. Dat maakt het een beetje lekkerder, zoals limoen of muntblaadjes. Tijdens de campagne Overvecht drinkt water zijn er allerlei activiteiten. Zo is er de Urban Tour, een sportspectakel in Sporthal de Dreef. Wij werken als Achmea ook samen met het JOG, Jongeren op Gezond Gewicht. Wat kinderen probeert bij te brengen hoe belangrijk bewegen en gezonde voeding is. Maar ja, en drinkwater past daar helemaal in. Wat drink jij thuis? Water. Maar heel eerlijk, hè? Wat is nou lekkerder? Cola of water? Water. Toch water? Ja. Oh, ik hou van cola, maar ik wil gezond eten en ik wil niet dik worden. Water is goed voor je. Water drinken, dat moeten we. Als we gezond willen zijn, het is goed voor je brein. Beter dan een glaasje wijn. Het is iets wonderbaarlijks. Het is niets gevaarlijks. Het is juist goed en ook voor je bloed. Al dat suiker hebben ze ook helemaal niet nodig, want ze krijgen hier ook fruit op school. Er zitten ook heel veel goede suikers in. Maar ik ga er wel van uit dat we hier wel voordeel uit gaan halen. Ook in de klassen, dat ze dan gewoon een stuk minder druk zijn en geconcentreerder kunnen werken. Hij doet het! Het is het 10e waterpunt in Utrecht en uiteindelijk komen er zelfs nog veel meer bij. Ze hebben dat ook expres gedaan op een soort kruispunt van paden, zodat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken. Ik ga er zelf ook lekker van drinken hoor, van de zomer, want ik zit altijd in de speeltuin op bankje. Ja,